werden ontzettend gemanipuleerd en tegen elkaar opgezet. Onze jeugd is alleen maar agressie en trauma geweest. Hier stond dan een hele grote pan met hutspot. En die maakten ze dan één keer in de twee, drie maanden of zo. Als ik plassen moest, moest ik gewoon met mijn billen in de goot gaan zitten. Mijn vader heeft mij jarenlang mishandeld, geestelijk en lichamelijk. Hij had gezegd dat onze moeder was verongelukt. En toen heb ik haar 30 jaar niet meer gezien. Om te overleven voedde ik mezelf met haat, met boosheid. Ik was altijd boos op iedereen. Ik ben Katrien Keil en ik maak talkshows op de Nederlandse televisie. Toen ik 11 was, werd ik misbruikt door de hoofdonderwijzer. En ik heb altijd gedacht, nou ja, als je er maar niet over praat, dan kun je wel gewoon verder leven. Maar eigenlijk 30 jaar later pas kwam ik tot de ontdekking dat het een enorme impact op mijn leven had. Ik voelde me altijd een beetje minder waardig. Ik had geen zelfvertrouwen en ik dacht dat er eigenlijk niet zoveel reden voor me was om te bestaan. Dat is natuurlijk vrij ernstig, maar daarin ben ik niet de enige. Want dat hebben bijna alle mensen die misbruikt zijn als kind. We gaan nu kijken naar twee verhalen van Bas en Mariska en van Hamida, die alle drie in hun jeugd eigenlijk enorm verwaarloosd zijn door hun ouders en wat de impact daarvan op hun leven is. Die lucht is nog precies hetzelfde. Echt waar, joh? Nu ruik ik het pas. Die is een beetje grondlucht, hè? Nou, ruik ik het heel erg. Bas en Mariska gaan terug naar het huis van hun jeugd, waar ze samen dagenlang door hun moeder werden opgesloten. Al vanaf dat ze 3 en 5 waren. Bas van Hout, jij bent een insider. Laat ons bange wezens. Bas van Hout is een bekende misdaadjournalist. Door zijn verschrikkelijke jeugd op de Amsterdamse Wallen leerde hij al vroeg mensen uit het criminele milieu kennen. Hij vertelt hoe zijn moeder het eten klaarzette. Eén keer in de 2, 3 maanden of zo maakte ze een panhutspot. En die stond hij dan 1 of 2 weken. En als zij dan een week weg was, dan mochten wij ervan afscheppen. Dan moesten we hier op een kookstelletje. Want we mochten geen luchtjes in huis achterlaten. Als een luchtje rook, dan kregen we er van langs. En er stond vaak schimmel ook op en water in. Maar dat hadden wij niet door. Wisten, dat was onze perceptie niet. En hoe oud was je toen, Bas? Vanaf dat ik kan denken. Onze moeder die had een cleansing tick, weet je, een reinigingstick bij zichzelf. Die stond of de hele dag onder de douche, of lag in bed, of was in de kroeg, of was aan het meppen. Dat was een beetje, wij mochten er ook niet storen, mochten hier niet naar het toilet. We deden het bovenin melkflessen of op kranten. Op een gegeven moment kwamen er wel de buren, want die moesten dan lekkages repareren. En er stonden daar dus flessen met urine in die oude melkflessen met zo'n grote opening. Het moet ook gestonken hebben daarna, want als die flessen vol waren, deed het gewoon in de goot. Jezus. Dus ja, dat was het. En ja, voor mij was wel het meest bij is gebleven, is de kast. Zeg maar, dat was een soort lijfstraf van haar. En waar is die kast? Die is boven. Hamida Lakho is schrijfster van verschillende boeken over kindermishandeling. Haar vader, die uit Pakistan kwam, sloeg haar regelmatig in elkaar in de flat in Rijswijk waar ze gingen wonen. Ze is er nu, na haar jeugd, weer voor het eerst. Wat zijn nou de herinneringen die het eerste bij je boven komen als je hier staat? Heel veel eenzaamheid, pijn, verdriet. Het was het huis dat ik even met mijn moeder heb gewoond. Geef niet. Waar word je nu emotioneel van? Wat vond je nou het ergste toen? Het ergste was dat onze vader 3 maanden na aankomst had gezegd dat onze moeder was verongelukt met onze jongste zusje. En toen heb ik haar 30 jaar niet meer gezien. En we mochten nooit meer praten over onze moeder en onze jongste zusje. En als kind was ik in de veronderstelling dat ze was overleden. En dat werd er ook echt uitgeramd. We mochten er niet over praten. Ze werd gewoon helemaal weg. Ze was helemaal weg voor ons. Maar wat was er in werkelijkheid gebeurd? In werkelijkheid had hij haar ontvoerd naar Pakistan met onze jongste zusje. En vervolgens kregen we een nieuwe stiefmoeder, want hij had al een Nederlandse vriendin. En die moesten we mama noemen. Maar alles wat met onze moeder te maken had,
werd gewoon verbannen uit het huis. Dat werd in vuilniszakken gestopt. Dat moesten we buiten op straat weggooien. En voor een kind was dat gewoon zo emotioneel. Voor mij staat dit huis voor het verlies van mijn moeder. Waarom wilde je nou eigenlijk dat we dat balkon filmden? Op dat balkon heb ik heel vaak gestaan. Dat was voor mij mijn straf. Omdat ik niet goed at. Want toen ik een heel klein meisje was, ik was niet gewend aan het Nederlandse eten. Dus ik was toch, ja, kwam net uit Pakistan. En ik moest eten, maar ook door de spanningen, zeg maar, kon ik dat eten niet binnenhouden. Dus ik gaf heel veel over. En als ik overgaf, moest ik die smeurruikende smeurrie weer terugscheppen op mijn bord. En dat vervolgens weer eten. Dus het was een drama aan tafel. Want ik zat daar maar uren en uren, omdat ik sowieso niet kon slikken. Dat brood zat ik maar te malen. Op een gegeven moment werd ik dan buiten gezet op tafel. De tafel stond daar en hadden ze een stoel opgeplaatst. En vervolgens moest ik daar zitten met mijn handen zo aan mijn oren. En toen zei mijn stiefmoeder altijd van ja, je deugt niet, je bent zo slecht. Zo kunnen alle buren zien wat voor slechte meid je bent. Jeez, maar ja. Reageerden die buren dan niet? Ja, niemand die wat zei of niemand die wat deed. En dit was dan de kast waarin ik werd opgesloten als ik stout was geweest. En ik zou je vertellen, dat nee. voor mijn gevoel was het een immense kast. Want die planken lagen er toen nog niet. Dus ik kon erin staan. Maar ja, ik was natuurlijk 4, 5 of 6. Ga er eens in staan nu. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Maar toen kon het wel. En voor mijn gevoel was het een immens grote kast. En hoe lang heb je daar op zijn langste in gezeten? 2, 3 dagen met nachten erbij. En dan hingen dan de kleren van mijn moeder. Ook nog? Die hingen daar. Allemaal aan een roe hier. En dan trok ik die eraf en dan maak ik een matras van. Dus ik maakte wel altijd het beste van bestaande situaties. En dat heb ik later in mijn leven ook wel gedaan. Gewoon anticiperen op wat de realiteit is. En dat was de realiteit. Ik zat in die kast. Hoe ga ik er het beste van maken en hoe ga ik het overleven? Maar zelfs dat denk je niet. Het is geen rationeel proces. Dat gebeurt gewoon. En dan trok hij die dekels over. Want het was natuurlijk al koud. We hadden hier geen verwarming ook. Hè? Jaar in, jaar uit. Maar dat kan ik me nu niet realiseren. We hadden ook geen lakens. Maar alleen zo'n pleat. Die wel eens in de auto's met die franje eraan. Die rood-zwarte Schotse pleat. Dat was onze deken. Of mijn deken. Maar later denk je wel, ik heb nooit lakens gehad. Ik heb nooit een kussensloop gehad. Ik heb nooit schone dingen gehad. Niet opgevoed. Ja. We voeden onszelf op, ja. Op de straat. Wat kom je hier voor mensen tegen? Hoerenpooiers. Als we in het water vielen, zwommen we tussen de condooms. En we hebben echt waanzinnige dingen meegemaakt met kinderen die doodgingen. Als ons iets was overkomen, in een week of zo, had er geen haar naar gekijkt. Vanaf mijn 10e heeft mijn moeder nooit gevraagd waar ik geweest ben. Dus ik had gewoon jaren dood kunnen zijn, zonder dat ze dat had. Maar dat realiseer je later pas. Dat er niet naar gevraagd of geïnformeerd werd. Jouw grote klacht was, niemand deed iets voor ons. Precies. Wat er eigenlijk meteen had moeten gebeuren, is dat mijn moeder uit de ouderlijke macht gezet had moeten worden. Ze had meteen of opgesloten moeten worden. In ieder geval had er iets moeten gebeuren. Ze had onder curatele gesteld moeten worden. Maar veronderstel nou, kijk, ik kan me ook voorstellen dat mensen jullie verhaal gewoon niet geloofden. Want wat jullie meemaakten was zo erg. Het is dat ik erbij was, dat jullie het aanwezen, maar... Anders geloof je toch gewoon niet dat zoiets gebeurt? Maar wij konden ons verhaal helemaal niet kwijt. We mochten ons verhaal helemaal niet vertellen. Want we werden gesouffleerd door onze moeder. Mijn moeder vertelde precies wat we wel en niet mochten beantwoorden. We mochten alleen ja en nee zeggen. En we mochten geen dingen vertellen. En dan zat zij op de achtergrond zat ze te souffleren met de tanden en de mimiek en de lippen. En wij wisten al in een oogopslag, al vertrok ze een spier van haar oog,
wat we wel en niet konden zeggen. Dus we hebben nooit eerlijk antwoord kunnen geven over onze thuissituatie. Ja, maar hoe wil je dat? Want dat zal nu nog zo zijn. Hoe verander je dat? Want die ouders hebben natuurlijk macht over die kinderen. Door die kinderen in een veilige situatie te brengen. En echt, dat is toch kwaliteit in de hulpverlening, lijkt me. Het zijn toch geen achterlijke. Maar het punt is, vrouwen, moeders, worden per definitie geloofd als die een klacht inbrengen tegen de man. Incest, mishandeling. En dan zie je gewoon je kinderen een half jaar niet meer, want er wordt een onderzoek gepleegd. En die moeder blijft gewoon de voogd. Die blijft bij die kinderen. Die vader, die wordt meteen buitenspel gezet. En dat vind ik schandelijk. Ben Rensen is deskundig op het gebied van kindermishandeling en de gevolgen op lange termijn. Als je vraagt van hoe komt het nou dat mensen een verhaal doen waarvan jij kromme tenen krijgt, terwijl ze dat vertellen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, over mishandeling, misbruik, dan noemen we dat dissociatie. Dan koppel je het gevoel los van je verstand. En dat kun je wel verwoorden, maar het gevoel zit er niet bij, omdat die gevoelens te veel gekwetst zijn, te ver weggestopt zijn. En dat noemen ze dissociatie. Omdat als je die gevoelens wel toe zou laten, dan zou je dat daar eigenlijk niet mee kunnen leven. Als je op het moment dat je die gevoelens wel toelaat, dan klap je dicht of dan ga je huilen of dan kom je niet meer uit je woorden. Omdat ook het benoemen van gevoel is vaak bij mishandelde mensen helemaal weggestopt. Omdat er werd nergens over gesproken. Dus dan kun je er ook niet over praten. Alleen op die manier. Gewoon rationeel. Losgekoppeld. Dit is dus ook het verhaal van Bas. Daar heeft ook niemand in de omgeving iets gedaan. Niemand geloofde die kinderen. Jij werd dus ook niet geloofd. Nee. Wat betekent dat voor je mensbeeld later? Ja, dat heeft een enorme inbreuk gemaakt. Omdat ik op een gegeven moment niemand durfde te vertrouwen. Want ik had altijd zo van, je moet knokken voor jezelf. En alles wat je zegt is gevaarlijk. Want mensen gaan dat tegen je gebruiken. En dat is eigenlijk wat ik mijn leven lang ook heb gehouden. Als je kwetsbaar bent, of als je kwetsbaar opstelt, wordt dat tegen je gebruikt. De laatste keer dat ik thuis woonde, had ik de politie ingeschakeld. Ik kon niet bewijzen dat ik mishandeld werd. Toen de politie weg was, heeft mijn vader mij zo ongelooflijk in elkaar geslagen. Echt helemaal bont en blauw. En toen ben ik dus door de buren naar het politiebureau gebracht. En toen pas kon ik bewijzen dat ik mishandeld werd. Toen zijn er foto's gemaakt en toen werd ik dus uit huis geplaatst. En toen ging je naar dit huis? Ja. Het ziet hier eigenlijk een beetje uit als een soort gevangenis, hè? Ja, en zo voelde ik mij ook. Ik voelde me gestraft. Mijn vader heeft mij jarenlang mishandeld, geestelijk en lichamelijk. Maar ik was degene die gestraft werd, want ik werd uit huis geplaatst. En ik heb hier van mijn 13e tot mijn 19e gewoond, in een gevangenis. En het was niet alleen maar gevangenis hier, maar ook emotionele gevangenis. Want naar buiten toe werd ik gelabeld. Want ik was het tehuiskind wat niet deugde. Ik was het tehuiskind, zo voelde het ook op school. Want als ik vriendinnetjes hier naar huis meenam, waarvan ik dacht van god, nu mag ik eindelijk mijn sociale leven opbouwen. Dat werkte helemaal niet zo. Want toen kreeg ik te horen van ja, maar wij mogen niet met jou omgaan. Want jij zit in het kinderthuis, dus jij zal wel niet deugen. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je er eigenlijk niet mocht zijn? Ja, zeker. Nu nog steeds. Ja, heel veel, heel vaak. Ik heb wel vaak dat ik denk van, nou ja, als ik er nu niet meer ben, ze zullen er even verdriet van hebben, mijn naasten. Maar dan is het op een gegeven moment ook over. Meer een last dan een lust, zal ik maar zeggen. Dat gevoel heb ik wel. En dat vind ik, dat voelt heel verdrietig aan. Ik voel me heel eenzaam. En ik wil niet zielig doen, absoluut niet. Want ik bedoel, ik ben ook heel vrolijk. Ik onderneem ontzettend veel. Ik ga naar de sportschool. Ik voel me best wel naar omstandigheden goed. Maar het is een gevecht, het leven. Het is een gevecht. Absoluut. En dat is het voor iedereen natuurlijk. Maar ik denk dat ons verleden toch wel een schepje erbovenop heeft gedaan. Dat denk ik wel. Dus je hebt nooit het gevoel gehad van, ik ben echt welkom? Nee, nee, nee. Oh nee. Op geen enkele manier. Nooit. Nee. Nee. Nooit van, ik ben een leuk meisje? Nee.
Nee. Nee. Zonder dramatisch te willen zijn, hè? Nooit nee. Van, ze houden allemaal van mij. Nee, ik heb eerder het gevoel dat mensen mij toch wel vaak vreemd vinden en anders. Ik pas ook nergens tussen. Niet tussen groepen. Niet op school. Niet in welk groepje dan ook. Ja, het is best wel moeilijk allemaal om te zeggen zo. Maar ja, dat is gewoon zoals ik het voel. Die liefde, die onvoorwaardelijke liefde, wat ik hoopte dat dat er gewoon was. Want dat is eigenlijk wat je als kind wil, dat je onvoorwaardelijk lief hebt. Of dat ouders ook onvoorwaardelijk van jou lief houden. Dat was er bij mij niet. Nee, ik moest altijd vechten voor mijn stukje, voor mijn bestaansrecht. En dat werd altijd de grond ingeboord. Want mijn vader en mijn stiefmoeder zeiden altijd van, nou, voor jou liever 10 andere kinderen uit Vietnam. Of je hoort in de goot thuis en je bent niks. En ze noemden me ook van alles. Hè? Toen ik zo'n klein meisje was, 4, 5 jaar, zeiden ze ook altijd, ja, je bent een hoer en je bent niks waard en je bent vies en je bent slecht. En nou, en dat ging maar door en maar door. En dan ga je er op een gegeven moment zelf in geloven. Ja, want ik had altijd het gevoel van, nou, als ik nu maar beter de afwas doe, of als ik nou het huis goed schoonmaak en als ik maar hun pantoffels klaarleg, als ik maar alles doe wat zeg maar voor hun goed zou zijn, dan zullen ze van me houden. En dat kwam niet. Ik had heel duidelijk gezegd, ik wil geen kinderen. En dat is één van de dingen. Dus omdat je bang was dat ze op dezelfde manier mishandeld zouden worden? Bang was dat er iets in mij naar boven zou komen, een emotie of een gedraging die ik niet kende. Het is kinderen krijgen is een dimensie die je niet kunt inschatten van tevoren. En daar wilde ik niet mee experimenteren. Dus ik wilde dat experiment voortblijven door het gewoon niet te doen. De slachtoffers zelf hebben er lang niet altijd belang bij dat het, of weten niet eens dat ze zo beschadigd zijn. Ze schamen zich, voelen zich schuldig. Er is geen kind zo loyaal als juist een mishandeld kind. Je wil je ouders niet afvallen, hoe beroerd ze ook zijn. Het is ook heel moeilijk voor een slachtoffer, voor een kind, om de denkslag te maken, ik ben niet gestoord, maar die ouders waren gestoord. En dat is maar een paar mensen gegeven. En daarom duurt het zo lang. Schaamte, schuld, loyaliteit. En taboe om erover te praten. Als eenmaal iemand zegt, je komt voorzichtig uit je schulp, en eenmaal iemand zegt van ze zal het wel verzonnen hebben of het zal wel niet zo erg zijn, klapt mensen dicht. Ben je ze kwijt. Oh, jij moet me ophijsen. God. Wacht even hoor. Ik denk dat ik het doe. Zo. Gaat het? Ja. Hey. Is wat me opvalt hoe klein het is. Ja. Ik hoor jullie helemaal niet kwaad worden op jullie moeder. Nee, dat is al lang voorbij. Dat heb ik al gehad. Dat is helemaal... Nee. Af en toe nog wel eens in vlagen. Dat wel. Maar nauwelijks meer. Ja, het is meer verbijstering. Ik ben er al doorheen geweest. Het is eerder verbijstering dan boosheid. Gelukkig. Ik ben niet boos. Ja. Want daar leef je in. Als je... Ja. Je hebt jezelf er zo mee. Ja. Zonde van de rest van je leven. Ik heb al genoeg... Ik ben nooit boos geweest. Maar ook niet blij natuurlijk. Ja. Met haar. Ik heb mijn leven al genoeg verpest eigenlijk met krampachtig zijn en alles maar op veilig gooien. En als het maar veilig is. Alles draaide om veiligheid bij mij. Alles. Ja, bij mij lijkt het wel het andere uiterste. Want alles is bijna onveilig. Ja, gek is geweest, dat, maar hè? Toch weer veilig, want het was wel beheersbaar. Ja. Het is niet zo dat ik een thrillseeker ben geweest in de zin van... Maar wel het andere uiterste. Ja. Heel bizar. Misschien is het in de psychologie wel te verklaren. Ik weet het niet. Ik weet het wel zeker. Ja. Ik denk dat, het is allebei een manier van overleven waarschijnlijk op de een of andere manier voor wat je geest heeft doorgemaakt als kind. Dus ja, ik heb er ook geen verklaring voor. Het is zoals het is. En nu voel ik me goed wat dat betreft. Dus. Is er wel eens iemand geweest die onvoorwaardelijk van jou gehouden heeft? Ja, ik weet het niet. Wat versta je onder onvoorwaardelijk? Nou, gewoon dat iemand echt van je houdt. Ja, dat gevoel heb ik, laat ik het zo zeggen, misschien is dat wel zo geweest, maar heb ik het niet gevoeld. Dat denk ik. Ja, maar ik zoek nog steeds naar liefde en ik kan me niet herinneren dat ik echt liefde heb ervaren. Van wat of wie dan ook.
klinkt hard. Misschien zie ik nu iets over het hoofd. Maar zo voel ik het. En dat is nog steeds heel moeilijk. Ja, absoluut. Volgens mij brengt dit ongeluk als je hem zo hangt. Ik ging dagen niet naar school. Ik spijbelde. En wat deed ik dan? Ja, ik lag in mijn bed. In mijn kamertje. Depressief te zijn. Op dat moment besefte ik dat niet. Maar achteraf, als ik daaraan terugdenk, denk van ja, ik ben jarenlang gewoon depressief geweest. Heel erg. Maar niemand die dat zag. Niemand die dat aan mij vroeg. Dat hulpverleners ze moeilijk herkennen, heeft te maken met het feit dat je eerst iets moet kennen voordat je het kunt herkennen. En omdat het beeld zo gevarieerd is, herkennen mensen het vaak niet. En het handigste is om daar gewoon naar te vragen. Maar ook bij hulpverleners zit heel vaak nog die drempel om over seksualiteit te praten. Of over geweld in het algemeen. Met de angst van, ja, wat maak ik wel niet los? En wie weet beschadig ik iemand nog meer? Maar dat is natuurlijk onzin. Het ergste wat je als slachtoffer kan overkomen is dat er niet over gepraat wordt. Want dat werd al jarenlang niet. Het is een taboe. En ook in de opleiding begint nu pas mondjesmaat een beetje gesproken te worden over signaleren en herkennen van kindermishandeling. Nou, ben jij een van de initiatiefnemers van de Stichting Geheim Geweld. Waarom? Omdat ik het gewoon heel belangrijk vond dat de lange termijn gevolgen van kindermishandeling niet onbesproken zouden blijven. Dat stukje zelfbeeld wat geschaad is, dat is voor altijd geschaad. Want zelfbeeld is iets wat in je zit. Dus als je jarenlang verteld wordt dat je vies en waardeloos bent en dat je niet waard bent om te leven, dat zijn dingen wat in je als een chip in je hoofd blijft zitten. Want dat kun je niet wissen. Lichamelijk geweld is erg. Je voelt de pijn, je voelt de blauwe plekken, je hebt een bloedneus, dat gaat over. Maar wat in je geest zit, wat in je hoofd zit, dat blijft. En dat is wat de mensen tot op de dag van vandaag, ook juist als ze veel ouder worden, hè, want het is niet iets van, na 5 of 10 jaar. Daar staat geen jaren voor. Dit draag je levenslang met je mee. En dat komt altijd terug. Als je het over de kosten in de gezondheidszorg, die zijn gigantisch. Als het over de effecten van mishandeling op langere termijn zijn. Als je alleen al nagaat dat 1/3 van de mensen die in de geestelijke gezondheidszorg terechtkomen, die hebben puur te maken met het feit dat ze vroeger mishandeld, verwaarloosd, misbruikt of een combinatie werden. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op een schadepost van zo'n 3 miljard. Economisch, afgezien even van het menselijk leed. Ik hoop dat u duidelijk is geworden uit deze film dat de effecten van kindermishandeling en kindermisbruik op lange termijn enorm zijn. En het zou zo fantastisch zijn voor de slachtoffers als de maatschappij dat ook eens begreep. Dat het niet klaar is met ontdekking en daarover te praten. Nee, dat het soms nog 30 jaar lang kan doorwerken. En het is heel belangrijk dat wij dat met z'n allen weten en de slachtoffers daardoor erkennen en misschien een nieuw leven kunnen geven.